It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. En vandaag spelen we Call of Duty Black Ops 2 en een potje team damage op de map Hijacked. Want ik heb, zoals jullie zien, rechts onderin de Hunter killen aangezet. Waarom? Ik speelde gisteren gewoon met Sam, Demi en Orson en Tim Domination. En ik ging gewoon voor de gein dat wapen of dat Hunter killer ding aanzetten. En ik hield multis na multis. Maar dat was niet Domination, dus daarom spelen we niet team damage. En we gaan kijken wat we daarin kunnen gaan doen. Dus als je deze video nu al leuk vindt, laat dan je blauw duimpje omhoog achter. Dat helpt me natuurlijk enorm. Speel zullen jullie wel zien met de AN94. Met een quick draw en een adjustable stock. Oh, teammates man. Ik had bijna mijn UAV op binnen. Dus, we moeten wel even die hunter killer gaan halen, anders heeft het natuurlijk geen nut. Oké. Span hier niet meer, denk ik. Voor zeker nog even, jawel. Oh my god, nee, hoe spant hij daar? Hoe kan dit? Het zal wel. Spelen in ieder geval tegen fucking erg snipers. Dus al te hard erin rennen kan ook weer niet. Jongen, jongen, kijk, dan krijg je dit geval weer. Want dan zitten ze, godverdomme, jou af te luisteren. Jij hebt geen silent wapen. Oh nee, kut, ik pak mijn S12. Ah, dat is misschien nog wat chill ook. Ik wou naar mijn silent AN overswitchen, wacht even. Hier, deze. Teammate, jongen, wat doe je? Als ik ineens een hunter killer haal, ben ik echt niet. Dan ga ik volgende keer weer hiermee spelen. Ik maak nu een deal met jullie. Kijk, nu hebben we een USB kut, sorry. Dit is zo kut. Echt waar. Deze enemies, jongen. Holy shit. Het zijn echt. Punt 1, die snipers zijn allemaal campers. En punt 2, dan rennen de 3 motherfuckers rond. Wauw. Teammate. Echt waar, jongens. Het is echt niet te geloven, dit. Het is niet te geloven, dit. Jullie een keer snipers bak zien. Hij loopt hier binnen. Oh, die triple doe. Ja, hier is mijn eerste hunter killen. Oké, let op. Oh nee, kut. Oké, ik ga hem nu gooien. En als het goed is, maakt hij best wel een killetje. Oh, hij is al ergens ingevlogen, maar ik heb geen kill gemaakt. Oké, dat kan ook. Word ik weer fucking gesniped? Vent 1 bot of zo hoor. Hij raakt elke kogel die hij schiet. Hij raakt echt elke kogel die de fucking schiet. Mijn hond gaat beneden ook de keer. Jongen, jongen. Snel rennen. Omdraaien. Dus we liggen hier zo. Ik moet de killers naar buiten gooien. Ik zie mezelf dan ook nog verhaal dat ik hem zo tegen dat muurtje aangooi bij ik suicide pleeg. Wat? Nee, hij was dood, hij was dood. Ik zweer het je. Oh, hij is al daar. Ik denk dat die gozer was die voor die sniper liep, maar hij zat dus gewoon aan de hele andere kant. Wel heel kan. Ik had bijna mijn V-set, by the way, maar dat maakt niet uit. Ik heb al 2 hunter killers gehaald. Let's go.
Het is misschien wel leuk om een miniserie grote quad hunter killer kill zo. Head glitcher. Gewoon jumpen, jongen. Kom op. Potje is bijna af. Nog 9 kills. Dan zie je maar wat een wapen voor impact kan hebben op enemies. Nog een hunter killer. Nee! Hunter killer, man, wat doe je? Jongen, jongen. Mijn teammates doen ook geen heen en flikker, hoor, moet ik je vertellen. Ze kijken naar de enemies en lopen er ook voorbij. Maar goed. En we hebben gewonnen. Let's go, jongens. 27-11 is ons eindscore. Misschien dat ik zo'n mini-serie ga doen met die hunter killer. Maar ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Laat je blij blijven als je mag achter als je het nog niet hebt gedaan. Als we de 40 likes jullie weer kunnen hitten, dan ben ik daar heel erg blij mee. En dus, super erg bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer, mensen. Later.